Maar dan gaan we nog een beetje babbelen, hè. Ja, het zal wel zijn, Benz, dat de Ford zijn eten aan het blokken is. Gaan we ondertussen onze stream starten. Goedenavond allemaal aan iedereen dat er al bij is. Wijziging van de plannen. Normaal gezien Broekak dinsdag. Die gaan we houden voor ergens later deze week. Gaan we vandaag een keer een klapje doen. Kan interessant zijn. De vraag van vandaag is: doe het voor Gent, student? You did not, you did I not. did, I did. Dag Brian, goedenavond. Nog een keer merci voor die bits van er gisteren, een uur geleden, terwijl ik nog offline was. Ja, nee, we gaan vanavond gewoon een keer babbelen over. Aangezien dat gisteren Blue Monday was. Voor mensen die niet weten wat dat Blue Monday is. Gaan we nog de stream open doen? De meest deprimerende dag in een jaar. Waarom weet ik ook niet. Dat is waarschijnlijk weer over iets. Ja, oké, ja, het is een maandag, maar sorry dat ik het zeg, maar iedere maandag is deprimerend. Het is het begin van de week en het einde van het weekend. Nee, eigenlijk gewoon. Gisteren was het Blue Monday. Dat is waarschijnlijk iets dat ingeropen geweest is voor de mil nee, niet de millennials, de andere, de generation Gen Z people. Om toch een keer een dag in het jaar te hebben waarbij dan ze zeggen van, oh, ik voel me depressief. Dat was lekker dus gemeen, what the fuck? Wat gaan we doen vandaag? We gaan er gewoon een Mental Health Tuesday van maken. Wat houdt dat in? Wij praten over onderwerpen die hun ons aankaart. Mag gelijk wat zijn. Ik kan van de eerste keer recht uit zijn. Ik kan er geen mening over geven ook. Dus je moet niet verwachten dat je zo'n commentaar gaat krijgen van oh, ik vind dat dat zo moet zijn en niet anders. Nee. Direct terug. Ja, sava, Oh. want zo zijn we niet. Maar wat ik wel wil hebben is dat aan het einde van de chat. Hey, Mathieu. Wat ik wel wil hebben is als je aan het einde van de stream of als je onderwerp gehad hebt en gezegd van ja, gasten, ben er van tussen, ik ga gaan slapen of doe dit of dat. Dat je wel degelijk mee, al is het niet meer een smile, ja, dat je wel gewoon ja, dat afsluit met een helder gedacht. Zou het zo zijn? Ja, maar mes al was, hè? Maar mes al was, maar. Voor toch zo'n beetje. De dingen, de good vibes en al de rest bij te houden. Dag Blazing Blue Fire, hoe gaat het met jou? Ah, dat was. Ja, super. Ah, ook, by the way, één iets dat ik vanavond niet wil horen. Dat is al hetgene dat er hem vandaag in het nieuws afgespeeld heeft. Kent genoeg gehoord. Oh, ik heb zelfs niet, die is niet gevolgd afgelopen periode, dus ik weet van niks, joh. Ja. Ja, nee, ik weet wat dat Wankai bedoelt. En... Ik ben eigenlijk content dat Petruska dingen. Dat Petruska een ding afgezet in het nieuws. Was erop geweest misschien? Ah, van een Ah! Maar Shumi, helaas, welkom terug. Ik manneke. ben nu aan het wachten op mijn eten, die bijna klaar is. En Wat een persstop. dan gaan we een ander spelletje spelen. Maar gewoon eerst keer naar de keuken. Tot straks. Ooit krijgt ze zegt hij. Ah, oké. Okay.
Kristal waterbed houd ik van vuurwerk afsteken. Zelf niet. Vuurwerk. Nee, zelf ga ik nooit geen vuurwerk afsteken. Ernaar kijken, dat wel. Mag ik vragen waarom zelf niet? Omdat ik waarschijnlijk zo een van die idioten zou zijn dat een vuurwerkpijl zou blijven vasthouden totdat hij zelf afschiet. Ik heb u mijn verhaal ooit verteld, hè, Bankai? Ja. Steek nooit vuurwerk af onder een boom. Steek gewoon nooit zelf vuurwerk af, hou je er geen verstand van uit. En labba, dag Keanu. Ook niet als... Pardon, maar vertel een keer, Kristal. Mathieu, moet ik er echt op antwoorden? Houdt u van West-Vlamingen? Ben ver 10 jaar te open in West-Vlamingen. Oké, nu nee ga zijn, krijg ik hier echt een slets naar mijn kop, weet het? Maar het antwoord is duidelijk ja. Dat taaltje van West-Vlamingen is zo... Weet je wel... Het is de kanten van Oostende. Zo kennen... weet je wel... Hey! Wat? Oh ja. Oh, zegt van nee, het durft niet. Oei, oei. Ja, nee, want toch had ik vrij veel West-Vlamingen tegen een schedenschip, maar ik zei dat ik ze niet heren zie. Ja, het had nog even deuren beneden. Aangezien dat de plon van de keuken gesprongen was. En daarom dat mijn monster frigo ook niet meer brandde. Die zit op dezelfde plon. Nee, ik moet er niet om liegen. Ik hou van West-Vlamingen. Oh. Ik heb een reet binnen gehad. Van Bless My Luck to Aim, dank u wel. Oh, zeker. En, toch? De zee van de zee misschien? Denk ik maar niet van de zee. Bless My Luck, dank u wel voor die reet, inderdaad. Ben niet ja. Van de zee. Van Benland. Ik kan, Bless, ik was eigenlijk juist aan het wachten op mijn eten. Maar de plong van mijn keuken was weer gesprongen, dus het kan nog even langer duren. We gaan ook veranderen van game dank achter tegen. Dank u. We gaan een keer iets nieuws spelen. Nooit gedacht dat er een bepaalde bevolkingsgroep van België van mij zou kunnen houden. Een armtierige meis uit West-Vlaanderen. Spoortje speelt straks niet meer met Eurotruck? Nee. Oké. Okay. Sorry. Oh, geen probleem. Wist ook dat ik, als ik moet, mijn stream toch ga afsluiten vandaag. Ja, helaas. En dat ik hier... bedoel, in mijn keva, of dat ik direct ga me af. Je moest er al in liggen in de bedden. Nee, ik ben aan het wachten op mijn frit. Op je frit? Mijn frit, ja. Ga je eten? Wel, daar ben ik ook op aan het wachten, om te weten wat ik eet. Dus je weet nog niet wat je gaat eten. Nee, ja, ik hoop dat mijn meid eraan bezig is, maar ik heb geen idee. Maar zit toch al aan het wachten op je fret, maar weet wel nog niet wat je gaat eten. Ja, nee. Ik wel, hè. Kan het nog moeilijker? Oh, godverdomme, is het weer vandaag. Ja. Weet je wat ik eet, nee? Nee. Raps met kip. Lekker. Ah, lekker. Ja, wat ik zei het. Ja, vanavond is het. Vanavond draait het niet om de persoon op stream. Nee, het draait rond de personen in de chat. Het draait volledig om hun. Dat is toch altijd zo, hè? Ja, het wel, dat wel. Maar vandaag is het zo een beetje extra, hè, weet je. Ja. Kom even muten hier. Ja, is makkelijk, hè. Nee, ik kom mijn stream afsluiten. Ah. Joe. Hey, minibear.
Hallo. Met mij alles ça va, hè? Met mij alles ça va, is het nu? We zijn weer live, dus dan is het altijd goed met mij. Ik voel mij goed ook. Ah, het komt van bij de Ford King 37, waar hoor ik hier die muziek, maar ja. Ah, de muziek staat open. Komt van bij Ford, inderdaad. Oh, werk gevonden, vertel. Ja, vriendin, voor in het weekend dan of wat? Oh. Ja, woensdag en zaterdag. Wat een bootje. Kust de kobo. Bij de Renmans begot. Oeh, zeker. Daar ben ik weer. Quentin, je bent gek, jongen. Waarom? Om even goed de Ford gereden te hebben of zo, ik weet niet. Ja. Dag, Brit. Wow, Brit zo snel. Wacht, ik heb de zaterdag proef gaan draaien van 4 uur. En morgen is de eerste werkdag. Dus kijk er naar uit. Ja, wat ja, is dat? Dat is dat, hè? Ik heb een proficiat met die Bertie. Ja, wel, voilà. Ik ging schiesten zeggen van ik kan maar één ding doen. En dat is je proficiat. Ja, nee, eigenlijk twee dingen. Dat is je proficiat wensen. En veel succes wensen, hè, man. Don't skip, thanks for the follow. Dat is niks, joh. Verschot mijn ongeluk met een OBS aan de hoop. Ik was zo. Appapling. Ja, zelfs offline kun je die geluidjes binnenkrijgen, inderdaad. Ja. Eén goede. Kleine bebber. Ah, nog een Quinten. Shot, kijk niet zo vies. Een zuvies kijken. Sorry, ik heb net hete thee over mijn benen gegooid. Ik heb een beetje. Au. Een beetje heet, dus de beentjes. Een beetje pijntjes. Ja, toen niet echt deugd. Oh, het heet het. Ja, Quentin, je weet al wat je moet doen van het weekend. Ik zal het wel blussen. De plakker van Paw Patrol erop. Dat is een idee. Ik denk niet dat hij de plakker gaat opplakken. Oh, maar iets anders. Oh. Sorry. Nee. We gaan ons keurig houden vanavond. Ja. Ja. Nee. Maar met andere woorden, ik zal mijn zin wel afmaken. Het zal wel iets anders plakken. Quentin, are you serious, Nina? Oh, dan is hij er, die kabouter. Dan is hij er. Wist met een bed. Sorry, ja, ik heb net mijn dochter in bed gelegd en ik heb als net een boterhammetje aan het eten. En trouwens, ja. Trouwens, met iedereen dat meegekomen is met de raid van de Quentin. Wist met iedereen. Goed hoor. Wow. Ja, ik ben ook meegekomen. Ja, helemaal. Maar hij zat hier wel. Achterwocht bij overal. Poortje, jongen. Oh. Wat? Moeten we aan Quentin ontvolgen? Ik die app. Oh. Met mij is Sava, Babber. Met mij is Sava. Naar de IKEA geweest vandaag. Shut up. Banka, ik heb een vraagje. Ja. Gaan we een ding doen? Een, ja. Wat zei jij over het laatst, Harry? Want ik weet het al niet meer. Zoveel. Ja, voor samen te doen met Bankai, dat ik dat moest aan hem vragen. Mijn talkshow. Ja. Kunnen we doen. Want de Razer weet niet zo goed wat hij moet doen. Kunnen we doen. Als je hun onderwerp net, dan kijk ik voor de Streamlabs, gewoon voor de Discord op camera, op scherm te brengen. Dat is veel plezier, maar ik doe deze keer niet mee. Dus,
Nee, Bebber. Nee, ik heb geen Zweedse balkjes gegeten. Nooit. Ben daar achter gekomen wat er in die Zweedse balkjes zit. En ik denk dat ik daar in het vervolg nog een keer ga gaan eten in dat restaurant, dat ik me toch geen Zweedse balkjes niet meer ga vragen. Maar het weekend ook geen panini's. Ja, en geen panini's ook, want mijn madame zit met scheiterij. wat zijn we er gaan halen? Twee rekjes. Allee, een rek voor zo, ja, waar dat er vroeger een open haard, voordat er een gas of een kolenvuur gestaan heeft. We hebben daar een hoek van gemaakt met de belangrijkste herinneringen erin. Er staan daar dingen in van mijn dochter, er staan daar dingen in van mijn ma, van mijn pa. Daar hebben we een reksje voor gaan halen om dat daarop te zetten. Dan een ander reksje voor mijn frigo van Red Bull op te zetten. Die frigo ga je er nooit niet zien, want die komt onder mijn bureau terecht. We gaan toch gewoon nog wat grief voor in huis. Ja, mijn madame, haar beste maat is... haar beste vriend, dat ben ik niet vandaag. Dat is het kleinste kamertje in huis, Mini. Dat is het kleinste kamertje in huis. Yo, Shuwim, tot strakjes. Dat is dus vanavond niet Through the Minds of Moria. Nee, het is... Ze zijn met een boot. Wauw. Oh, nee. Met heel veel chocola. It's gonna be the chocolate stream from Charlie and the Chocolate Factory. Wat? Sorry. Zelfs al met kick morgen. Komt ook van die balletjes. Nee, we hebben geen balletjes gegeten. Nee, voor de mensen die willen weten wat er in de Zweedse balkjes zit van de IKEA, dat zijn blijkbaar gemalen, fijn gemalen geitenkloten. Maar wie zegt dat? Staat dat op je zak? Nee, ja. Ik heb dat gezien in dingen, filmpjes of hoe noem het, How It's Made op Discovery Channel. Ik ben gaan eten. Ben je er mee weg? Oké. Okay. En ik ben er dus mee weg voor vandaag. Smakelijk, tot de volgende capture. Wat? Smakelijk en tot de volgende. Ja, Mini, ik wijs dat dat wel van geiten zijn die al dood zijn. Hè? Allee, ja. Nee, ze gaan die beesten niet kasteren voor Zweedse gehaktbalkjes te maken. Come on. Wat doe jij nu weer? Ik zei ciao ciao, maar ik vergat even dat mijn arm nog steeds pijn doet. Oeh, auw. Bye bye, Quinty. Dat was zo... Ja, dat was echt zo. En dan voel ik zo van, dat werkt niet mee. No. Maar doei doei. Yo. Ze zouden al veel geiten moeten slachten daarvoor, voor effectief dat... voor zo'n ganse zak te maken. Zitten er ergens... het is niet dat er maar twee balken in zitten per zak, hè. Bij die geiten wel, maar... Wauw. In die zakken die je kunt eten in IKEA, zitten er meer dan twee balken in. Gast, je moet mij eens iets uitleggen. Ja. Ja. De laatste keer dat ik gestreamd was in december of zoiets. Of november. Ja. En ik heb in januari al 15 volgers bijgekregen. Ja, dat zijn zo, ja. Brr. Dat is toch goed? Ja. Die zijn rare mensen. Ja. Dank u. Graag gedaan. We love you, hè. Liefde is weer groot vandaag. Ja, nee, ik heb ouw. Ik zal het onthouden, joh. Ik heb ouw, zeg. Onder doen we een supercoole update bij Astronier. Zijn er space snails? Space snails. Ja, gaan we een keer kijken, hè. Aangezien dat de... Een slak in een raket. Aangezien dat Haley een ding wil doen. En de Razer. Ja, ook een beetje voor de Razer, want ja... Dan heet je ook wel, ja. Wij gaan...
Wacht, ik ga hier ook een keer switchen. Ook al is hij zijn bakken aan het vol stampen met brood. Laat mij. Je ziet er echt vettig uit op stream, maat. Het is brood, een sandwichje met salami. Ja, maar je steekt echt gewoon een halve in je bakken en een kaak zo fucking dik. Zo... Wat staat er op de planning voor vanavond? Kleine... Ik geef wel even vooruit, zo'n kabouter. Ja, hè? Ik zit op 5700. Hele... Nee. Gunder ziet mensen op... Gunder ziet twee mensen op camera. Zijn de Fort Lover en Hayley. Hoyley. Kun je erop een keer... Drie, zegt. Oh. Of drie. Nog iemand. Ja, Razer is een subbaton aan het doen voor het moment. Daarmee, de Razer wist niet goed wat hij nog moest doen in zijn stream. Dus maken we er vanavond gewoon een talkshow van. We vergeten iemand. Wie dat, hè? Mijn katten. On the background. Zijn er ook bij. Hayley, haar katten, inderdaad. Snoes. Oh. Devil. Nee, die moet ik niet hebben. Ik moet een andere hebben. Voilà, gaan we dat zo doen. Dan staat er niets op van Discord. Nou ja, ik ga dat ook even doen. Pop-out. Kan ik die... Ja, mini-bear. I know. Iedereen... Ja, nee, Hayley is ook niet aan het eten, ze. Toevoegen. Beeldscherm. Bankai, waarom doe je zo moeilijk? Toevoegen. Ja, beeldscherm. Moet dat echt? En ja, de jumpscare zijn camera is niet geactiveerd. Ben ik echt blij dat mijn camera niet aan zat, of ik stond ook op uw stream. Mm-hmm. Maar ja, dan doe ik het zo, hè. Voilà, kijk, hop. Zo nog niet, denkt de mensen eigen. Zo geweest. Voilà, zeg. Nu kom je ook uit mijn streambank, hè. Ik ben overal te zien, denk ik. Het is niet te schat, ik ben overal te zien. Ah, nee, is ook te zien nu wel. Bij mij. Ik kan wel mijn mini bij voor de lurk staan. Hier in mijn mediasource. Waarom dat je de video's niet pop-out? Wat, de video's pop-out? Ja, beneden in de rechterhoek staat er zo'n vierkantje met een pijltje in. Als je daarop klikt, is dat een pop-out dat je apart van Discord. Ah kan. Ja, voilà. Hello. Hier is een Rizar. Window capture. Maar nu staat wel hier in Discord open en blijft op stream. Ja, en hup, die is aan het bij. Ja, maar helpt hem al. Take your time, bro. Er ruikt nog wat in je baard, fysieke bouwt. Het is geen groot geheim die erop staat, dus. Ja, ik ben in. Wat voor het zijn maat komen. Ik ga dat niet laten uitpoppen, hou. Mensen moeten maar content zijn met onze koppen zo te zien. Lijkt dat zo nu. Oh shit, mijn gsm staat ervoor. Gele, ik heb ook een tasje koffie gezet. Fuck off, maat! Ik heb een tasje thee gezet. Maar de helft ligt tasje... over mijn benen. Fuck, wat is die tasje koffie gezet? Hé, verschiet ik er niet? We gaan me dat schrijven. Ja, ik ben mijn ding kwijt. Voor een of andere reden. Zijn hoofd past in die tas. Ik was mijn cursor verloren. Die, voilà. Die dingen past gewoon los in mijn tas. Die microfoon past dus letterlijk in mijn tas, hè, Bankai. Maar ik vind het een goeie micro, dus. Dank u wel, mini Berke. Dank u wel voor de leuk. Dat ik gewoon vandaag... Ja, nee, dat gaan... Godverdomme... En wat is het onderwerp? Oh, Mediasource af. Ja, wat is het onderwerp? Jij wou een talkshow doen, dus gaat uw gang. Film? Ja, film. Series? Ja. Vandaag je phasmophobia? Nope. Het is onze avond, hè? Het is scary night, hè? Ja, dat weet ik, maar plannen zijn gewijzigd. Film? Mijn excuses. Ja. Wat vind je van de laatste nieuwe Matrix? Ik heb hem nog niet gezien. Ik ook nog niet. Ik ook niet. Oké. Ik ben niet zo voor Matrix.
Ik wil hem wel zien, maar ik heb hem nog niet gezien. Hoe bedoelde het me? Ik zal proberen content zijn. Ojo. The fuck? Wat hè? Nu weer. Oh, Banka heeft ondertussen een SO gegeven en dingen. Ja. mijn gezicht weg. En daar is terug. Kun je wel in een blauwe rand als mijn gezicht wordt getrokken op het einde. Ja, maar er worden nu twee shoutouts gegeven. Ja, dat weet ik. Ja, oké. Okay. Maar ik vind dat niet erg. Ja, maar. Geen probleem. Dus, ja. De Bles zegt dat de laatste Matrix goed was. Ah, ja, oké. Okay. Ik zou het niet kunnen weten. Nee. Ik moet hem nog zelf bekijken, dus... Andere onderwerp. Wauw, Bonanza, wauw. We wachten hier in Belgian Bankai. Yeah, boy. Ik zei het. Over wat kunnen we praten? Het weer van vandaag. Peter allemaal door de mist moeten rijden. Ik niet. Heb je mist geweest vandaag? Bij ons wel. Ik denk hier in de camper niks. Ik ben niet buiten geweest, jongen. Nou, hier in de Limburgers was het ook niet veel, hoor. Hier, ik heb heel een dag binnen gezien. Even de voeten naar de bank over aan het weer en dat was het. Ik heb niet binnen gezeten, hè. Je hebt in een IKEA gezeten, hè? Ik heb een IKEA gezeten. Oh, en wat heeft een IKEA? Okay. Wat hebben je gekocht in een IKEA? Zwitserse balkjes. Nee! Nee! Geen Zwitserse balkjes. Geetekloten. Twee rekjes. Twee rekjes hebben we gekocht. Ah. Banka, ik heb misschien wel een onderwerp. Ja. Games die uitkomen in 2022. Wat? Games die uitkomen in 2022. Games die uitkomen in 2022. Alleszins die Harry Potter niemand die zei, staat naar 2023. Fuckers. Ja. Nu al. 2023 al. Dus Rainbow Six Extraction. Traction? Next Extinction. Ik weet de game waar iedereen op wacht. Aha. Hier toch? Candy Crush. Ik dacht eerder aan Minecraft in 3D. Candy Crush. Nee. Wauw. Forza Horizon for Forbidden West? Nee. Nee, Pokémon Arceus? Ja, Pokémon. Ja. Ja. Die staat bij mij gepre-ordered, by the way. Gran Turismo 7? Allee, mannen. Ja. Oei, wacht. Ik moet blijkbaar op Messenger kijken van Brian. Avatar? Gran Turismo 7 niet geïnteresseerd, want die is waarschijnlijk Ark 2. Niet op PlayStation 4 beschikbaar. Die zal niet op PlayStation 4 beschikbaar zijn en ik kon geen PlayStation 5 niet meer kopen. Ik hoop ten zeerste voor Ark. Brian, bedankt om erbij te zijn. Ja, slaap allemaal ik uit. Ook. Ik betwijfel wel. Veel succes op je werk morgen. Hè. Brian, slaap al. Bij Brian is het even pot dicht in Brugge met de meest. In Brugge? Zeebrugge. Oh. Ja, later. Ark 2. Slaap al, Brian. Nogmaals, merci voor alle tijd die erbij hebt geduwd. Ja, sowieso, Brian. Hij ook, bij mij ook bedankt voor die 600 bits van de schist. Nog een keer. Zelfs al was hem offline. Fans? Ja. God of War Ragnarok. Ja. Maar ik ga sowieso. Ik heb gezien dat de God of War. Dus die dat afspeelt in het noorden. Dus die dat PlayStation 4 en 5 uitgekomen is. Dat hij op ding staat ook nu op Steam. Ik ben ook te weten gekomen dat die Ragnarok dat hij ook naar Steam komt vanaf de release. Dus ja, ik ga die in God of War kopen op mijn PC ook voor eerst en dien nog een keer uit te spelen. Hallo, Brian. Naar afwachting van de Ragnarok. Maar zo van die Norse-themed games, ik zou er eigenlijk eerst nog een keer Valheim moeten spelen. Ik heb die in de tijd gekocht. Misschien nog iets voor een Bankai? Wat hè? Strangers of Paradise Final Fantasy Origin. Ja, die komt er ook bij. Eentje voor Haley. Tiny Tina's Wonderland. Oh, fuck off. Oh, dat is ook, ik zei het, je franchise daar.
Ik wacht op dingen. Mario met de rabbits. Ja. Ik ben binnen 2 minuten terug. Ik ga heel even keer opkijken naar mijn dochter was ze slaapt. Ja. De nieuwe Sonic. Mm. Ik hoop dat Forza Motorsport wel uitkomt in 2022. Ik weet het eigenlijk niet. Er is nog niets van bekend. Wanneer kan je eigenlijk je Alex Kit al uitgespeeld? Nee. Voor de horrorfans, Outlast. Nogthans echt cool. I know. Ja, ben aan het wachten tot ik mijn ding heb. Moet morgen voormiddag of in de namiddag achter mijn ding, mijn pakketje gaan ophalen. Voilà, zie. Dan kan ik effectief mijn HDMI-switch aansluiten aan mijn Elgato. En dan is dat gewoon... ik maar op een knop kunt duwen, kun ik zelfs mijn Nintendo Switch eigenlijk apart aansluiten, dat hij niet op mijn Xbox zit. Dat is juist, Panka. Weet je nog dat wij... Sorry voor het, zeg maar. Nee, doe maar. Weet je nog dat wij dat probleem hadden van de dochter? Ja. Dat ze niet in haar eigen bed was slapen? Opgelost. Hm? Met eigenlijk gewoon te zeggen van... dit is jouw kamer. Er is hier niks in de. Gebeurt hier niks. Geen monsters of zo. Een keer rondgaan met haar. En om de 5 minuten een keer gaan kijken. Het enige monster dat er kan rondlopen, dat is papa al onder haar bed kruipt. Rauw. Seriously? Ja, dan hoorde ze uit een vernepende hoek ze van. Zo! Nee, dat is eerder. Fuck you, Haley. Ik ga even kijken of ik geen spel vind voor u. Hier, een spel. Een spel voor Kirby. Haley. Kirby! Kirby! Het is juist die nieuwe Kirby dat uitkomt. Maart 25. Ja. 25. Wow. In april, maar 25 maart, ja. Goedenavond, Lucky. Ah. Ik dacht, wat? Ja, 25. Ja, ja, ja niks. Ja, American style. Goed. Ik weet niet wat dat is, hè, maar ik heb eigenlijk echt het gevoel dat mijn stem zo... Zo lijkt een echte vrije grijs, het, zo weet wel. Tjik-tjak, een minibak, dolle pret, mijn bolet, hip-hop, mijn was de vrijsaus erop. Oh my fucking god, hé. Er komt ook nog een nieuwe Saints Row uit. Ja. Hey Thomas. Onze new guy. Yes. Hallo? Maar wat krijg jij, jong? Morgen geen Thomas. Sorry, onze wat? Onze talkshow guy. Ja, maar ik blijf niet lang. Ik dacht, ik ga wel nog een keer binnenspringen, maar ik blijf niet lang. Oh, jongen. Ja, ja, ja. Sinds dat je je tweede kind hebt, hè, je bent nergens niet meer te bespeuren. Dat is echt. Nee. Hallo daar, jonge dame. Hallo. Hallo, mini Thomasje. En nu moet papa die zo opheffen, dan zo'n keer als die baby, die klein zo. Nee, nu moet papa ze doen, lekker een Lion King. Simba. Streep. Dat is wel rustig. Er komt ook nog een nieuwe ding uit, een nieuwe Lord of the Rings met Gollum. Ja. Yep. Ja, ja, well, kijk, de Lucky zegt hier, Justin. En Activision op Game Pass ziet het zitten. Ik blijf erbij, het is niet alleen Activision dat erbij komt. Yes, sukkerkok. Het is Activision. Stuur mij die door, Thomas. Nee, het is Activision en Blizzard. Ik moet nog kijken, maar dat wordt. Kijk, dus juist mijn micro een lap gegeven, maat. Hallo. Ja, ja, Mini, als je het nog niet wist. Microsoft heeft. Heeft een akkoord over de tafel kunnen smijten met Activision Blizzard. Wat wil dat zeggen concreet? Ook voor de mensen die op PC gamen. Dat binnenkort, als de deal volledig rond is, dat Microsoft eigenaar wordt van game franchises gelijk Call of Duty, Diablo, World of Warcraft, StarCraft, Overwatch, Candy Crush. Maar, en dat is ook, en dat is ook hetgeen dat Bless My Luck 2 hem nu zegt. Ja, Ripcord,
binnenkort is het allemaal Xbox exclusive. Qua, nee. Nee. Je zit in een attractie, Thomas. Het probleem is met Call of Duty, de franchise, dat is niet van RIP. Integendeel. Die camera gaat ze een beetje zeggen. Als je kijkt welke games dat Microsoft de laatste 10 jaar op de markt gebracht heeft, voor gewoon een simpel voorbeeld te geven. Halo. Ja. Nee, ik bedoel de game. Halo. Met Matt. Ik wist niet dat hij een game werd van Microsoft. Hè? Oh ja, hij lijkt op push those buttons. De blaas antwoordt erop, ze kunnen of het slim is, is iets anders. Oh, Thomas. Wauw, Thomas. Ja, ze kunnen inderdaad. dat gaan ze niet doen, want dan lopen ze letterlijk en figuurlijk miljarden mis. Hier, sukke kok. Binnenkort had ze zo verder gehad, had Xbox, Microsoft, heel dat boeltje van PlayStation overkomen. Die kleine verschiet. Ze hebben ooit al een bot gedaan, hè, op Sony. Op Sony of op PlayStation? Op Sony. Gewoon. Sony. Dus televisie is heel een Bataclan. De tv's gelijk. Ze is geïnteresseerd. Ze is geïnteresseerd in al die bewegende beelden. Ja, het voordeel is wel met dingen zelf. Call of Duty gaan ze nooit exclusief maken, want daar gaat er een serieuze backlash op komen. Mm-hmm. Wat dat er wel aan zit te komen, aangezien dat Crash Bandicoot en Spyro the Dragon en zo, dan die franchises er ook bij zitten, kan het wel zijn dat Sony op dat vlak een van hun paradepaardjes verliest. Dat is van Crash Bandicoot en Spyro, van die franchises, dan ze daar wel exclusives van maken. Hmm. Waarom zitten die in zo'n depressief hoekje, die anderen? Dat die depressief zijn. Brr. Ja. Dat kan wel lukken. Dat gaan we niet doen. Dat kan wel. Dat er effectief gewoon... Dat de mensen van op Xbox, Xbox en PC, dan die terug een maand vroeger dingen... toegang krijgen tot nieuwe maps en zo op Call of Duty. Dat kan wel. Omhoog en omlaag. Microsoft staat gekend om bijna hun concurrenten op te kopen. Wat? Microsoft gekend staat om een concurrenten op te kopen. Ja. Eerlijk, Blizzard, Activision zie ik nu niet echt als een concurrent voor Microsoft. Ja. Microsoft en Blizzard op vlak van World of Warcraft en die gasten altijd vrij goed samengewerkt. Ja. Ja, Jens, slaap al, mat. Zorg die. En, zakke kok! Geniet van de zombies op Call of Duty. Hier, zakke kok! Ik vind hem altijd goed. Oh, lekker. Thomas! Alsjeblieft, zeg. Je moet het andersom spelen. Dat was eigenlijk veel. Nee, maar ik zei het, ja. Het feit dat... Die zit echt zo te kijken naar dat scherm. Het feit dat ze het kunnen bespalen... Die 68 miljard dollar... Gelijk dat de Wietje zit, had hier ook gezegd van namiddag in de chat. Dat is de helft... Van een waarde. Maar Belgian Bankai. Ja. Hallo. Hallo. Wauw. Ik zie hier wel 1 januari voor op je Switch. Wat, hè? Meer bepaalde 28e, Pokémon Legends Arceus. Wel, dat is een ding dat Haley bedoelde, dat is juist. En ik ga Haley content stellen. Op Ark 2 is er een cinematic trailer gelost met Vin Diesel. Ja. Waarom mag je mij daar content mee maken? Ja, Vin Diesel, hè. Ik heb... Strak lijfje, blokje. Sorry, ik weet niet hoor, maar... Eeuw. Ah, ze hadden dan beter Harry Styles gepakt of wat? Ja. Nee. Shut up. Pardon. Wie is erbij gekomen? Wie is er weggegaan? Niemand. Ford was er juist zijn scherm aan het telen, per ongeluk. Oh. Bankai, Legend of Zelda?
Niet voor mij. Nee? Nee. 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 Shadow Warriors 3. Suicide Squad. Ja. Kill the Justice League. Ja. Daar is ook al, daar is ook al een tijd aan bezig aan, dat spel. Mhm. Ah, ik heb hier een lijst gevonden met allemaal games die in 2022 zullen uitkomen. Dus zijn die nog aflopen, in feite. Destiny 2, The Witch Queen. Ja. Laat mij toe dat ik het zeg over Destiny 2. Dat is... De eerste was goed. De tweede was gewoon een kopie van de eerste. Met nog wat andere bullshit, erbij gespeten. En ondertussen is dat echt gewoon een geldkoe geworden, like Call of Duty. I have the ass. Melkoe. Why? Ik zie hier iets dat interessant staat voor mij. Grid Legends. Ja. 25 februari. We gaan niet wenen, hè. We gaan niet wenen, hè. Ik zweer het, hè. Hij gaat in de hoek, hè. Nu al. Van jongs af aan moet je dat trainen. Ja, het is niet... Ja, oké, ze zijn allemaal van... games expected to launch in 2022, maar dat wil er nog niet zijn dat ze effectief gaan uitkomen in 2022. Nee. Het is maar expecting. Nee, die datums, dat is allemaal onder voorbehoud, natuurlijk. Ik zie hier zelfs een... die Ragnarok DLC staan, ja. Mm-hmm. Zou op 10 maart uitkomen. By the way, Bankai. Ja. Jij had Ark staan, hè? Ja. Zit jij er wel om dat binnenkort te spelen? Ja, eigenlijk wel. Bankai. Bankai. Weet ik of ik dat moet downloaden of niet? Ik heb deze gevonden. De server heb ik nog niet. Bankai. Ja. Ik heb deze gevonden, 10 uur lang. Oh nee. Kill me nou. Oh, mat, dat is schetterd. Smijt gewoon. Dat was vroeger het meest gehoorde ringtoontje. Dat is echt... En dat noemen ze ASMR. Ja, mijn oma heeft dat nog, hè. Op haar fucking dingen, hè. Op haar Huawei heeft ze dat staan. Huawei! ASMR-toon die ik daar had. Hoe moet ik het zeggen? Dat is zo like, echt met... Met metaal een stuk over een krijtbord aan het gaan zijn. Zo. Oh nee, hier. Oh, nee. Geen porno. Wat, hè? Hit me zijn een comment bij u. Apple. Ja, ze zijn allemaal van trust thuis. Ja, hit me, hey, alstublieft, maat. Apple. Zij had... Je wordt 31 jaar van de jaar, dus... Ik ga dat een keer andersom doen, in plaats van hey Apple. Hey, Bankai. What? Kijk, ik kan niks zien. Motherfucker! Komt er wel aan je roept, hé? Ja, ik vind motherfucker niet zo leuk. Andere omvorming. Shut the door. Ik heb State of Decay gespeeld, de eerste en de tweede. Maar dat was niet zo mijn ding. Ik was echt... Nee, ik weet niet. Ik zie hier ook... The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Ik zie hier ook 23 augustus Saints Row. Crucio! Dat is voor dingen, hè. Sorry? Dat is eerder iets voor Bert, hè. Saints Row. Harry Potter. Ik ben nog altijd aan... The girl who lives. Thomas, als je... Met alle respect, maar als je continu praat, Bankai wordt altijd om een of andere reden op Discord gemute als er iemand anders praat. Dan horen we Bankai niet meer. Oh, ja. Oké. Okay. Op Discord word ik gemute voor een of andere reden, I don't know why. Men al zit te zoen aan het doen. Maar... Ik ging nu iets zeggen. Wat verdomme bent kwijt.
Oh, ja, nee, dat is meer iets voor Bert, de Saints Row. Maar waar dat ik nog altijd op aan het wachten ben, en ik hoop dat ze er vrij rap met over de toonbank komen, dat is met de GTA 6, hè. Ja. Wat wordt die aangekondigd in 2022? Yes. Ja, ik weet het niet. Het verleden jaar is erover geklapt dat nergens in 2020 ging te releasen, maar... Maar ik zie in september ook, ook weer een interessante voor mij. Dat is Test Drive Unlimited Solo Crown. Nog een keer met mijn potlood? Ja, maar ja, Lucky, ik zei het. Ik weet het niet meer. Zo met je potlood? Ze zijn er al 6 jaar van... Oh, GTA 6 gaat gereleased worden. Kijk, hè. Nee, een camera staat uitgeschakeld op mijn stream zelf, maar hij staat in Discord skills. Snap het niet? Waarom zie je ons? Ja, daarom zie je de Fortover, zie je Haley, zie je Thomas. Zie je ben ik zichtbaar of wat? Ja, ik ben zichtbaar. Oh, wacht, ik ga mij van mijn schone kant laten zien dan. Ah, heb je dat? Oh, wacht, nog mijn schonere kant. Ja, heb ik. En een camera staan op je hoofd gericht is misschien. Maar eigenlijk is Thomas niet te zien om een of andere rare reden. Ja, nu al. Had jij een camera toegericht? Of dat je een camera gericht hebt op je achterhoofd? Je sukkekok. Ja, maar ja, het is dat. Ze brengen nog updates uit voor de 5. Ja. Ja. Ja, oké, okay, maar met Forza Horizon is dat ook gedaan. Hè? Ze worden bezig met 5 in de ding te doen. En ze maand of 2-3 geleden voor de release gestopt ermee met updates. Ja, maar op GTA 5 zijn het echt gewoon DLC. Ja, free content dat er nog uitkomt. Met allemaal nieuwe missies en zo ook, dus. Ja, met Forza ook, hè. Ook nieuwe missies en nieuwe wagens vrij te spelen. Ja. Hey, dan kreeg je goedenavond. Hier gaat het... ja, met mij gaat het goed. Ik weet niet dat het is met de rest. Goed hoor. Oh, joh, we mogen niet klaar. Nog goed voor 6 uur en 52 minuten hier, hè. Let's go. Onze kleine kabouter die wist niet wat dat hij moest doen op zijn stream. Dus hij had zoiets gehad van... Hey, ga mijn talkshow kunnen doen. Ja, een klein talkshow kunnen doen. Dat was mijn idee. Ik heb geen credits aan domme kabouter. Oké, het was heel helikopter. Ik ga nog een beetje op die Twinkle spelen, alsjeblieft. Ah, is hij hier? Gaat niet. Ga naar daar, Twinkle, zoeken. Ja, ja. Ben je toevallig het gesprek aan het volgen via mijn Quentin op Messenger? I have very powerful friends. Oeh, blijkbaar komt er voor de Switch een nieuwe Kingdom Hearts uit ook. Ah? 10 februari, Kingdom Hearts 2.8, Final Chapter Prologue. Ah ja, nee, dat is gewoon een ding dat ze uitbrengen. Die is al uit op Xbox en is ook. Ik heb die al uitgespeeld. Ah, dat ze hun op een andere platform dat ze hem uitbrengen, maar oké. Okay. Bankai Thomas is gewoon raar aan het doen. Maar Thomas doet altijd raar. Je weet dat Thomas normaal weten doen eigenlijk. Nee. Kom, maar wacht, ik ga nog zwegen, want je moet morgen... Ja, fuck you! Je moet nog morgen passeren bij mij, hè. Ja. Voordat mijn remorke meeschopt. Maar ik hoorde Thomas niet, voor een of andere reden. Maar hij moet nu mute, omdat ik dat gevraagd en omdat je gemute wordt. Hier, sukkekok. Oh my god. Nu gaat hij dat blijven gebruiken, hè. Zet, we zijn... Oh, lekker. Ja, we zijn lekker, inderdaad. Hey, ik Thomas. Moet ik bijten, arm Thomas? Ik bijt? Hier, bijt een keer. Een keer ham. Laat ik die tandjes zien. Waar zijn die tandjes? In plaats van de tandjes. Hey Thomas, waar zijn die handjes? Waar zijn die tandjes? In hun arm! Hoepa bakken, sorry. Ja, bij deze, Tancré. Zijn talkshow aan het doen. Hij wil meebabbelen. We zijn aan het babbelen over random shit. Ja, we zijn aan het babbelen over random shit. Ik heb gisteren shit gezien op de buur hiernaast, bij de boerenschool. Ik heb ook shit gezien, shit waarvan uw ogen zo beginnen branden, maar erbij staat.
Maar schatjes, ik ben weg. Ik ga die kleine hier in haar bed gaan wuppen. Gaan wuppen, Thomas. Ciao, va, Thomas. Thomas. Dus dat bedje staat ongeveer 10 meter verder. Zou ik het kunnen halen van hier, bij jou, hè? Bah ja, tuurlijk. Freeball. Long shot met een dropkick. Hey, ja, goed. Alsjeblieft, salutjes, later, joehoe. En we vergeet Thomas. Niet. Hier, yeah, kok. Ik vind het origineel al beter. Stuur dat nu door, Thomas. Ja, dat had ik het zelf. Morgen! Nu! Morgen! Rust, is het mijn kind? Wat ben je hier voor? Esso, doe je rustig, jongen! Nee, Rudy, rustig, jongen. Rudy, rustig. What? No money? Yeah! Sucker kok! Heli was de dingen al aan het doen. Sucker kok! Pak dat toch weer zelf op, Razerke? Zo moeilijk is dat toch niet? Dat weet ik, Lucky, maar ik ken dat 3 jaar aan een stuk gedaan, die Xbox Insider. Dat je die updates vroeger krijgt dan andere mensen. En ik heb daar zo een van mijn Xboxen mee naar de web geholpen. He went to Valhalla. Er moet maar... Ik heb die lurk ding heb ik veranderd. Allee, nee, ik verwijderd uit mijn mixed-up. En ik gewoon de dingen mee dat ik de bot van die Java gebruik. En er zit daar de nieuwe versie. En er zit daar ook een lijst met comments in. Dus. Daarmee. Maar ik ga dat wel nog een keer kijken of ik dat niet gewoon kan aanpassen. Want we wachten wel hier in Belgische Bankai. Oh ja. Ik heb god geen idee langs waar dat er hun gaat inkruipen bij mij. We gaan er wel anaal in kruipen. Ik ga niet meer lurken. Liever niet. It's a one-way street down there. No, thank you. Blijkbaar komt er in 20. Bedankt voor het aanbod, Bankai, maar ik ga het toch afslaan. Maar allee, zo'n schoen gatje. Blijkbaar komt er in 2023 ook een Robocop uit. Wat een game. Ja. Oh ja, Robocop was hier over laatst nog. Voor PC en consoles. Volgens mij gaat er sowieso een nieuwe Top Gun game moeten uitkomen. Hè? Wanneer? Top Gun Maverick binnenkort gereleased zou moeten worden. Ja. Er zit er inderdaad een monster van tussen de mensen hier op ons schermpje. Eeuw, niet één, hè. Sorry dat ik het zeg, Razer, maar met dat zweetbandje toonde niet dat je een monster van bent, hè? Ik heb 2 blikken. Moet ik je mijn blauwe zakjes laten zien? Nee, laat je zak maar zitten. Nee. Een blauwe zak, dat is al lang geleden dan. Ouch. Ja, John moet dat begrijpen, hè. Die mens is maar 1,5 meter hoog, dus... Oh, go fuck yourself, man. Die zijn kind is groter. Ah, het is door hem dat... Het is door hem dat er Lucky is overgelopen. Die heeft de ladderke nodig voor aan het gat te geraken. Het is door hem dat er Lucky is overgelopen. Hij is een Red Bull fan. Razer? Ja? Hoe oud is het, je dochtertje? 3, 4 worden. Jaar. En je voelt dat om nu al kleiner te zijn dan je dochter? Ouch. Wow, ja, natuurlijk. 3 jaar, man. Dat is bij mij al lang geleden. Ja, bij mij ook. Razer zwijgt wijselijk. Nee, mijn madame is aan het kijken naar The Last Kingdom en ze zijn daar juist aan te... Yeehaw! Ja, natuurlijk. Dan kijkt hem, hè. Die voilà. Van ons... Alsjeblieft, kleine bebber. Uit je badkap? Een frigo van monster die hier in mijn living staat, vol met monsters, maar ik zal ze niet meer opdrinken. Want sommige exemplaren zijn al 7 jaar over datum of zo. Er is één dat ik wil en dat is die witte monster met dat draaidopknop. Ja, die heb ik staan. Hm? Ja, ik weet het. Ik wil hem ook. Maar dat is in het Amerika, je moet hem bestaan, neem je niet? Moet jij dat kopen, kut? Arroy. Ja, ik ga dat doen, hè. Maar ik kan een link geven van waar, hè. Arroy.be. Op dit moment nergens te vinden in België of Nederland. Voilà. Deze. Bestaat hem van het Amerika zelf? Wacht, hè. Red Bull
een monster is niet te zeepen. Dat is gelijk melk. Melk is drinkbaar, maar karnemelk niet te zeepen. Hé, hey, hij nu een beetje tegen... tegen monster onder kloten zitten doen, of wat? Hij is toch een Red Bull fan, of wat? Oké. Okay. Ik ken hem veranderd van die bal, maar als dat regent, hij toch niet van grip meer, ze? Ik ga hier moeten beginnen bannen, hè. De ban zit tegen, dat is hier insubordinatie tegenover monster. Niet te schatten. No offense, Bankai, maar ik vind monster ook niet te zeepen. Red Bull ook niet, dus... Ja, maar hij drinkt geen energiedrank in het algemeen dan? Nee. Ah ja, voilà. Mijn energiedrank is koffie. Ja. Mijn energiedrank mag niet noemen op stream of kort geband. En dat is? Pussy juice. Daarvoor word je niet geband, hè. Ja, maar er is één energiedrank, blijkbaar. Als je dat drinkt, terwijl je op YouTube bezig bent, op Twitch bezig bent, op Facebook en zo. Er is één merk van energiedrank waarvan je geband worden. Hè. Ja, wel. Die dingen, wat is die cannabis drink of zoiets? Oei, die blijkt te wachten op die. Ja, maar je kunt daar effectief door een geband worden, omdat er daar blijkbaar een klein percentage THC in zit of zoiets. Nog nooit gemaakt, ik heb er totaal zoveel gedroeg van die dieven. Huh? Ja, wie weet, Boba Forza. Hey! Hey, hier zie je onze rozes. Dat vindt hem terug in een bureaustoel knockout. Ja. Gelijk gisteren. Hallo, Boba. Dag, Roses. Dag, Roses. Dag. De andere zit in een ander kanaal. Oei. Slecht, hoe dan? Zeg nu niet dat je ook op het punt stof van te scheren, nee, want ik kreeg ook een heel haast te krullen. Is dat een schil, toch? Maar van het weekend dat koppel dat het akkoord gewonnen is, en gisteren dat ik weer een telefoon had van een ander vriend van me die ook echt een probleem had. Ja. Wat aan het krijgen. Andrew, als er iets is, stuurt mijn bericht aan Matt. Ja, eigenlijk. Ik ben ook aan het kraken, maar bij mij is het van de kou. Ik weet van wat dat is. Maar tenzij dat je bij de kraker zit. Allee, ja. Er is iemand aan het rollen. Oei, wat een nieuwe. Hoi. Hallo. Hey, de John. Iep. In de kast, hè? Ah, hij gaat in de kast. Ja, Lucky, I know. I know dat kou is. Oh, zit er gebeurd met je computer, Tom? Oei. Je PC is toch niet op de web? Hoe dan? Roosje, praat tegen ons. Communiceer met mij. Praat met mij. Spreek. Ik wil die context zien. Ah ja, Lucky, dat bestaat. Inderdaad, daar heeft u... Vriendschap. Zorgt niet dat ik tot de Kortrijk moet komen, hè, mat. Dat is niet fair, hè. Of tot in Arlbeke. Dat is niet fair, hè. Want ik weet waar u bed slaapt, hè. Weet je zijn huis woon? Ik weet zelfs niet waar ik ben. Ik heb Andrew zijn adres, ja. Weet je zijn huis woon? Ik heb nog ergens. Allee, had hij nog daar woont? Ik denk het wel. Dat was een lastige te zien. Stuur het door via Messenger, maat. Of via privé, of slide it in my DM's in Discord. Trailerschade 15%. Oeps. Ja, tuurlijk. Je kan me helemaal te weten, Roze. Ik weet het. Kalf, ook moet er hierin. Oh, snok, heel de boel toe. En die boel toe, wat hun snokken met stuur. Ja, ik ben redelijk wat gaan verliezen op deze vracht. Wat is het volgende onderwerp? Helaas, Bonanza, ik kreeg juist de melding Serain Union 03. Hoeveel? 03. Ja, was te verwachten hoor.
zouden. Union, sorry dat ik zeg, maar als ze zo blijven spelen, zijn ze landskampioen. Ze. Ja. Geen voetbal. Dat is nog langer, hè? Ik weet het, dat is nog langer. Hij had nog de play-offs zoeken. Voetbal is nog savant, maar geen politiek. Niet meer. Oké, nieuw onderwerp. Waarom is Reiziger zijn tas groter dan hemzelf? Maar ze is niet groter dan mezelf, ze is alleen groter dan met een micro. Ja, hij denkt dat hij echt een badkuip. Inderdaad, Lucky. Kijk, ik pas gewoon heel mijn micro in elkaar. Dat is een... Ja, er zijn maar twee... Ik ga het anders zijn. Er zijn maar bepaalde dingen die een zekerheid zijn, iedere dag. Als wij die lachen, hoe gaan we in zijn lengte? Nee. Eén zekerheid per dag is dat de regering iedere dag ons probeert van royaal in ons gat te pakken. De tweede zekerheid, dat is dat de mensen iedere dag gaan werken. Die dan werken, ik zou het zo zeggen. En de derde zekerheid is dat ik hier iedere dag vanaf de zevenen zit. Buiten de mannen en dinsdag. Zijn de mannen wil je nog niet de zevenen zijn? Ik ga eten maken. Ik ben zwitter. Oké, is goed. Ja, ik kom hier eten, maar ik moet nog maken. Dus. Ah, veel plezier met het maken van uw eten. Ik weet het nog niet, ik moet nog kijken. Ja, dankjewel. Tot zo. Yo. Nee, Hitmi, we gaan geen politieke religieuze bullshit verkondigen, want dan draait dat hier falikant in het onderd, dat weet ik nu al. Ja. Je kunt misschien ergens een of andere ethische kwestie uit je mouwen schudden. Goh. Dat is altijd interessant. Zelfs dat is een gevaarlijk onderwerp hier soms. Theologie? Bijvoorbeeld... Theologie en kinderen. Bijvoorbeeld? Pas. Wat gaan we zeggen over dat onderwerp? Geen idee. Okay, ik werk te veel voor het moment, dus ja, maar als ik nu even 30 minuten moet wachten hier, dus ja, beter hier staan lachen dan daar 30 minuten. Ja, maar ja, het is dat. Ja. Het is dat. Ik ben al content. Lucky! Echt waar, heb mijn dag goed gemaakt vandaag. Het feit dat ik mensen kan doen lachen, dat gives me a boost. Ja, en ook bedankt om bij mij eens binnen te springen, Lucky. Bankai, dat is nou tot gisteren zo dat besluit, een lach op iemand zijn gezicht over. Je hebt een afslag niet te pakken, hè. Zet er al op. Ja, hé. De net ben ik gewoon met trailer en al los over de vangrillen gaan met amper 7% schade. Nice. Vraag mij niet dat ik het gedaan heb. Klipt dat. Ik zou het doet gelijk Bankai, 100% schade tegen een buskotje. Maar ja, hey, sorry hè, maar dat buskot kwam out of nowhere. Hè. Ja, dat kwam in één keer op. Kwam hij van rechts? Ik kwam van rechts, ik had voor hem. Voilà. Nee, het beste van alles, ik draai in, maar voor een of andere reden heb ik, misschien iets dom gedaan op die map. Door bepaalde wegen te vermijden, zijn er een autostrade die ik perfect kan pakken zonder bus. Ik had geklikt daarop, omdat dat op die moment de kortste route was voor tot aan mijn bestemming te geraken. Ja. Wat doet hij? Hij stuurt mij... Het moest buiten Boedapest leveren. Mm-hmm. Dus hij stuurt mij door het centrum van Boedapest. Ik moet links een straat inslaan. Ik sla links in aan 90 per uur. Klets op de buskot. Resultaat, doordat ik er frontaal op gereden heb, nou, mijn camion volledig naar de kloot. Niet slecht. Ik heb net TomTom letterlijk even gevolgd. Met een TomTom zei, ga rechtdoor over de rotonde. Ja. Ik moet wel één ding zeggen, Bankai. Dat is plezant als je dat doet, dan onder dan 10 per uur.
Maar dat jullie daar allemaal dus juist even binnengekomen zijn met die bits, is dat met een bit goal op 28%. Ik weet zelfs niet op wat mijn bit goal staat. Ik kan alleen nu een chat zien. 45. Ralf, maakt eigenlijk niet uit. Ik heb een pop-out gemaakt. Ik kan dat nog niet ontvangen. Ik heb de laatste dagen weer geen zin gehad om te streamen, omdat ik me niet goed voelde. Of dat ik, dat er te druk was. En nu heb ik geen zin om te streamen, dat we weer al over de verandering in quarantaine zitten. Appie, oi. En ja, Lucky, het was een lopend buskot. Dat buskot stond eerst aan de andere kant van het kruispunt en het moment dat ik indraai, staat dat buskot gewoon te midden van het dek. Was die van de lijn, toch? Nee, ik weet niet van wat dat was. Het was een hond. Ja, dat buskotje was bang dat je een bus ging missen. Zegt, ik zal een beetje verlopen. Ja. Dus met andere woorden, ik moest... ik moest teruggetakeld worden naar... hoeveel wacht? Bij een kilometer of 30 van mijn eindbestemming. Tegenwoordig moet je er allemaal niet meer van verschieten met die doellijntechnologie en dergelijke. Oh nee, shit, buskot gemist. Poef, buskot gemist. Godverdomme, ik heb mijn bus gemist. Oh nee, geen probleem, we verzetten het buskotje een beetje verder. Stond er volk in een buskot? Nee. Geen volk in een buskot. Allee, dat is... Ah, wel, maar dat mis ik wel aan dat spel. Eigenlijk zou je een combinatie moeten hebben van Carmageddon en Eurotruck. Ja. Dat zou toch de max zijn? Dat zou echt wel de max zijn. Hey, look, grandma! Ja, Andrew. Ik ga eerlijk zijn, in tijd met Carmageddon, ik kreeg effectief naar Trusthuis, ik kreeg Trusthuis binnen, hè. Het was, Atlantica, het was iets van op dingen van op Eurotruck. Ik moest inslaan naar links en het was een beetje donker en ik had dat buskot niet opgemerkt. En dat buskot stond al een keer voor mijn neus en ik reed er tegen. Ik stond erbij en ik keek er naar, letterlijk. Bam. En dan had hij zoiets van, shit happens. Camion kapot, letterlijk. Ik moet dat wel zeggen, dat is een heel stevig buskot. Ja, het was een gebetoneerde. Ja, maar dan nog. Het was een gewapende beton. Ja, dat buskot waar dan 100% damage had. Ik ken dat zo ooit met mijn schoonbroer. Colin McRae op de PlayStation 1 nog zitten spelen. En ik word er toen nog zo slecht in. Ja. Dat was mijn eerste, een van mijn eerste ervaring. Goedenavond, Henk. Welkom met die fart. Direct in mijn oor begint schijten van het moment dat je binnenkomt. En ik wist niet hoe of wat. Maar hij was me lekker niet eens aan het dubbel, want het was een gesloten circuit of het een of het ander. En ik zie hem zo van achter me komen. Ik zeg, wacht, geen nieuwe motor. Platten hem gewoon tussen me en de muur vindt. Hij zegt, ja, maar dat is de deur die mij toesmeet. Nee, dat is een dichte metsel. Oh ja, maar wat waren dus nog van die goede games vroeger? Tony Hawk's Pro Skater. Ja, ja. Banka heeft dat nog gespeeld over laatst. Ja, maar Banka was toen niet aan het streamen, Lucky. Ik ben nog altijd op PlayStation 2, hè. Hey, ik ken die dingen. Ik heb die nieuwe... Het is de remake van de... Ik me niet vergis, de 2 en de 3. Ja, ik me niet vergis, wel, ja. Maar je moest dat geklipt en dat was nog op de PlayStation 1. Ik weet zelfs niet of dat Twitch toen al bestond. Wat ik van klaar ben. Ik ken nog een PlayStation 1 ergens liggen van Spider-Man. Begin jaren 2000 of zoiets. Editie van Spider-Man, maar hij marcheert niet meer. Maar wij hebben hier nog altijd een PlayStation 2 aangesloten staan, hè, voor de kleinste halsen. Oh, Army of Two. PlayStation 2 en 3. Hoeveel uren dat ik daar wel niet versleten heb. Die Boy Dimension aan het spelen is. Wacht, wat zei Atlantica? Is wel grappig, want na die cat dat ik met u heb gehad, had ik maar 20.000 euro kosten. Ja, bij mij was het 37.000 euro kosten, terug in de min. Dat mij 37.000 euro kosten?
Wat was die iedereen een kut met hun kan, jongens? Ja, die was, het was een total los. Dag, Meliske. Dan heb ik me een goedkope camion, met dat me 37 euro sturen kost net. Die R2, die Scania R van 2009. Als ik een keer de vangrailfiets mee, zet ik van eerst geen 30, 40 duist kost met mijn DAF. Tja, het is DAF, hè. Oh. Kost genoeg ook, hè. Oh ja. Koffie en ruisje, wat ik mee rij kost om hem bij de 300 duist euro. Dat is gelijk naar Ford, hè. Fabrication ordinaire, réparation difficile. Ja. Ford onderdelen rusten dagelijks. Wat, DAF is duwen, anders fietsen. De beste en blijft nog altijd Mercedes. Met enige rijlessen controleert een dwaas een slagschip. Oh, wauw. Was dat een? Mercedes, met enige rijlessen controleert een dwaas een slagschip. Oh my fucking god, dat had ik toch heel liever mijn Mercedes te zijn, hè. Yes. Maar Nissan is ook onderschuld, hè. Dus na iedere start steeds alles nakijken. Oh. Ja, Volvo's vele onderdelen liggen verderop. Hij heeft wat voor Renault ook. Ik ken die nog, die ken ik niet meer van buiten. Fiat was fiasco in de autotechniek. Ja, leuk, je kunt dat vrij goed geloven. En Citroën? Hey, ik kan ze niet allemaal meer van buiten zien. Maar was er één voor Citroën? Ja, ik had dat zelfs voor Ferrari en al ook. Ja, kijk voor de Ferrari. Even zo weg. Ik ken niet. Konnichiwa! 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 Sorry. Salutjes. Yo, Shumim. Welkom back. Konnichiwa. Atlantica. Ah, is die weg? Johnske is riep de bie. Een Wallaby? Dat weet ik niet. Ik hoop dat dat te ver is voor hem. Het zou waarschijnlijk een ballenwaarde zijn. Ja, nee, we woonden. Nee, wat was het? Haltert? Of... Oh ja. Dat zal Bobby Aland zijn. Ja. En toch heet hij een Hengste Tonval. Ah, sorry, hè, ja. Kan niet. Het is dat, hè, ja. Alles kan niet. Kijk ook, kijk ook. Koffie kan, melk kan, water kan, de pasta kan. Maar je mag niet, maar je doet eigenlijk de kiszak. Voilà. Hé, hey, kijk, ik woon in West-Vlaams, een tongval. Ik woon ook in West-Vlaanderen. Ja, maar niet ver van de grenzen met West-Vlaanderen, hè. Boah, dat is te zeggen, hè. Hoe ver is dat, hè? Ik woon op de grens met West-Vlaanderen, hè. Ik weet nog een goeie van Fort. Zeg een keer. Found on the road, dead. Klopt niet. Found on the road. Nee, found on road, dead. Lucky, merci voor een keer binnen te springen. misschien tot straks. De tijd zal het... de tijd zal ons de weg wijzen. Ja, ga maar ontvriezen. Ik weet wel hoe ik een betere bank heb. Wat, hè? Van Fort. Die is het Nederlands. Frikadel op race doppen. Wauw. Reizen losje en dan sneeuwt ze, maat. Zijn vrouw Dan, zijn currywassen. Oh nee, niet weer, hè. Not again! Mijn vrouw neemt de woorden uit mijn mond. Die keer dat er over die frikadaan en die currywassen hing, ben ik uit armoe gewoon naar de badkamer gehaald en gewoon omdat... Merci, Lucky, merci. Het is maar één keer voor te zeven dat het zijn, wij zijn maar rustbeliske. Ja, Lucky, salutjes. Dank u voor die OG-song, Atlantica. Ik ga ondertussen eerst een keer naar de wc. Ik laat hem er wel open staan op stream. En ik ga een dessertje gaan halen. Ik heb juist al een dessertje gegeten. Profiteur. Ja, matte taartjes. Jam. Niet van mij gebakken. Nee, ze komen uit de winkel, schat. Vind ik hier dat ik een dessert eet dat hij niet maakt? Ja, vanaf morgen ga ik veel kunnen proeven. En nu? Nog 343 kilometer rijden. Nee, Atlantica hoort me niet. Hallo, Atlantica? Hallo? Hallo?
Nee, ze hoort mij niet in stream. En hij stream gemute misschien, Atlantica? Maar Atlantica zet toch niet een call? In mijn chat. Ah. Maar als u stream gemute heeft, gaat ze niet antwoorden. Is er iemand anders toevallig nog aan het kijken? Kan. Schat, zet hem op Razer open. Ja, een momentje. Ja. Is er al een volgend onderwerp gekend? Afkortingen van auto's. Nee. Lachen met afkortingen van auto's. Nee, maar hij had alleen een Ford op zo. Nee, ik heb er hier van allemaal staan. Nee. Kia kan in afvalcontainer. BMW, betaal meer wegenbelasting, blik met wielen. Brul met wielen. Boeren met wielen. Mercedes wegtreden. VW, dus, volkomen waardeloos. Yes, me back. Ja, back. Ik ben Bonanza. En ik ben Ford Lover. Dag, Bonanza en Ford Lover. Heb je het nu gehoord, Atlantica? En ik voor Dacia. 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 Nee, Dacia staat er niet tussen in die lijst. Ja, dat is de OG-song van Pokémon. Ik heb wel Daihatsu. Heb je nog een onderwerp, Bankai? Appelbloem, zeegroen in 40 verschillende tenten. Ik kan anders zeggen, games van vroeger en nu. Ja. Ja, dat is nu toch wel een mooi onderwerp. Daar waren we de net op schoon over bezig. Mm-hmm. En ja, de originele Crash Bandicoots. Ja. Ja, niet slecht. Om maar een voorbeeld te geven. Die waren zeker niet slecht. Mm-hmm. Goed, ik kan nog verder terugkeren. Voortje waarschijnlijk ook. Ik niet. De tijd van de Commodore 64 games. Hohohohoho. Noem jij Porti ook? Pong of wat? De allereerste Pitfall. Boulder Dash, jongen. Boulder Dash. Op Commodore 64. Ook al. Ik kan nog verder teruggaan, ze. Pong. Ja. Oké. Okay. Pong. Verder dan dat kunnen we niet weer keren. We hebben de Discord opengezet op stream. We doen een talkshow. Kom hier af. Goh, niet weer, hè. Nee. Jongen, toch, leer deze baan. Kijk eigenlijk dat je moet. Oké, die krijgt straks slag. Hé, hey, maat. Melis, geet een klop. Slag erop. Cijfers hadden niet meer kunnen kloppen. Wat u maar ik ben voor de emancipatie van de vrouw. Ik sla terug. Hè. Map erop, gemoog van mij. Wie slaapt er in de zetel vanavond? Ik niet. Ik slaap lekker op de bank vannacht. Ja. Wie sliep er in een bureaustoel gisteren? Ik niet. Ik ook papa. Niet. Wie stond er hier ineens binnen de minuten iedereen in paniek en de party wat ik zou? Ja, als Bonanza nu niet teruggekeerd had, dan zat hij daar nu nog. Nee, ik ging wel waar, gewoon ze wel ondertussen. Hé, hey, maar dat was gisteren echt verschieten, zo. Van dat ze te zien lachen. Ja, Lucky, salutjes. Dat is niet opgepakt, nee, dus je kunt niet erg bekeken, niet. Ik ga eerlijk zijn. Nee, ik zit geen haar op mijn kop die trampijs voor zoiets op te pakken, want ik dacht echt dat je weg wordt, hè, Mart? Kijk een keer in mijn stream van gisteren. De ding is. Ja, inderdaad. Wat hè? De Pwange, de Swift. Ja, die is blijkbaar nog geen affiliate. Nee. Wat moet ik zien in de stream van gisteren? Ah, wel ja. Toen dat wij gisteren overal gesleept werden naar naar die kou waar jij in zat, toen jij daar lag te slapen, was ik nog aan het streamen. Ja. Dus dat is wel opgenomen.
Het geluid? Het beeld niet. Nee, maar het geluid wel. Inderdaad. Ja, maar het gaat hem over het beeld. Want het is al meerdere keren gebeurd dat ik in slaap val. En ze zien mijn buik eigenlijk. Ja, dat ik adem. En gisteren, dat is. Ik weet niet dat Heli was die dat zei. Gisteren zagen ze mijn buik niet bewegen. Dus dat is effectief dat ik hier lag. Ik was eigenlijk ga mee, maar ik moet het zag niks nadat 0,0 van beweging bij je fort. Strange. I was still alive. Only a little bit sleeping. The fuck was dat? Maar ik heb er wel gekeken gehad. Wat omgevallen is. Ik heb er wel gekeken gehad naar mijn hartslag. En ik moet zeggen, mijn hartslag stond ook lager dan anders. Stond maar ja, mijn... De doos... Zou het zijn dat je gewoon weggedraaid bent, hè? De dozen waren direct inzetten. Van, voor die frigo op te zetten. Toen ga je nog ademen, nee, ook Bonanza. Maar ja, goed. Dus ja. Dan ga je nog steeds ademen, ook al ben je weggedraaid. Ja. Niet altijd, hè. Mijn vrouw heeft me ooit in de kliniek zien wegdraaien. Ik heb dat geflatlined. Is er hier nog iemand dat een onderwerp kneeft? Anders... Potje Uno? Wel, ik ben 105 kilometer, moet ik mijn lading lossen. En dan zoek ik wel eventueel een Uno te durven spelen. Wauw, binnen 105 kilometer moet ik zijn lading lossen. Uno heeft vannacht nu nog genoeg gespeeld. Al hè? Kakspel. Kun je winnen, Michies? Dat is een kakspel. Kun je winnen, Michies? Nee, hij had het probleem met de Uno-knop. Dat is een kakspel. Je duwt 3 keer op die Uno-knop en dan is je nog kijken van... Oh! Hij heeft niet op Uno geduwd! Ja. Scheidboel dat is. Het weet je niks. Als er nu een keer één spel is, hè, dat effectief gewoon mag verdwijnen en in de donkerste krochten van de hel mag overleven, hè, dan is die fucking Uno wel. Nee, dat is een leuk spel. Wat, hè? Toch een leuk spel? Ach, Jos. Oeh, Joske. Vermuilen. Kun je hem zien? Nee. Kom je een beetje dichter. Oh no. I have probleem. Hi. Bankai, I have probleem. By the way, dag jonge dame. Hi. Mossige. Hi. Dag mevrouw. High five. Voor iedereen die wil weten, dit is Andrea. Oh, hij wil naar de bank, guy. Met de Vinci. Dag Andrea. Hallo. Assalamu alaikum. Rond en gezond. Ja, kijk rond, heel rond. Woe! Wanneer is het? Maart. Ah, ons buurvrouwke is ook uitgerekend. Bij ons is 24, ja, het einde van maart. Want een dokter zegt. Ja. Een dokter zegt eerst 28, dan 26, dan 29. Nee, oh. Mensen hebben Jos gezien op stream. Ja, maar we hebben er geen puntjes voor geredeemd. Oh nee. Nee. Maar wel, een feestje. Schmikkel. Het kindje van ons buurtje is verwacht geweest op mijn verjaardagsweekend. Al meer redelijk wat alcohol verzat dat heel het weekend. Welkom, Michael. Kijk, daar is de andere. Wat? Michael, ter informatie. Je bent terechtgekomen in een talkshow. Ja. U staat op mijn stream. Vraag een keer hoe dat is met die kaarten dat ze gekregen heeft. Ze leven nog. Ah, oké, dan is het goed. Wat vindt ie? Dievenbende slaat 3 keer toe in Gistel, jacht op auto-onderdelen. Dus mannetjes, oppassen, mensen die in de regio zijn. Van de Franse grens, blijkbaar. Zou het kunnen zijn dat u morgenochtend uw wagen op 4 hotte blokken terug vindt? 4 bierkrappen. Jos. Alsjeblieft. Ja. Moesten ze nog vullen, bierkraten, ze is ook nog saai. Ja, het is nog een deal, maar had lege zin. Toen had ik toch liever mijn 4 banden. Scherm.
is op computer bezig. Hola. De douane onderschept 10,5 miljoen illegale sigaretten in haven Zeebrugge. Shit. Dit is sigaretten, hey, shit. Waarschijnlijk voor de Britse markt geweest. Daar gaan we mijn aandeel. Wat valt er mee? 38.000 euro dat ik kwijt ben. Bankline? Daar gaan we in order. Ja. Ja. Daar ja, gaat bank aan zijn stage, zei Atlantica. Ja, daar gaat mijn stage. Wat verdomme. Ja. Helaas, Bankai. Daar gaat uw investering. Daar gaat mijn investering. Bankai is echt ja, deze we gaan dan een streamdeck weggeven, hè. Bankai daarvoor. Helaas, ja. Pindakaas. Helaas, Pindakaas. Hij is niet dat dan een tweede keer gaat pakken bij de maand. Ik zei, ik ga weer een streamdeck giveaway doen. Nou, men doet dat gelijk als mij, een muis giveaway of zo. Nee, zo kort op elkaar niet, maar misschien binnen een jaar of zo. Ik ben kort een ding weggeven. Een gesigneerde foto van mij. Oh, hoeveel bits? Ja, voor hoeveel bits zou je dat voor vragen? 5 bits. Hoeveel bits dat ik daarvoor ga vragen? Jongen, hij moet ons betalen. 200.000 bits in me. Michael, hey, is dat de microfoon dichter tegen uw mond. Hij is dat de Michael weer zijn bot zet. Ja, ik denk het ook. Geen probleem, de melk terug weg. Fuck off. Oei. Wat was dat? Heb ik iets verkeerd? Michael is slechtgezind waarschijnlijk. Of het was dat? Ja, nee. Of was dat op zijn werk? Dat kan ook. Nee, toch? Ik kan in het laten gezeten, hè? Wat is better to be pissed on than to be pissed on? Wow, hij zal waarschijnlijk gewoon een slechte dag aan. Iedereen heeft dat wel een keer. Tuurlijk. Kijk ik dat ook geregeld. Maar ja, ik zei het. Kijk je dat ook, oké. Iedere man zit daar wel, oké. Ja, zo is dat. Wat dat is dat? Is dat? Perfect, maar een clubsupporter komt dicht in de buurt. Oh, dikke nek. Godverdomme, mat! Ah, Atlantica! Wat dan? Ja, wat? Wat? Nee. Een dikke buurkant, ja. Inderdaad, een dikke. Fucking hell, maat. Goedenavond, Dylan. Goedenavond, West Malle. Goedenavond, opnieuw Miss Atlantica. Ik ga hier echt nog, een fobie krijgen van dikse, zegt dat ik zei. Het spijt dat mijn eigen dik niet meer wil naraken omdat ik schijf ben dat dan zit gaan roepen van diks! Bankai. Ja, aanwezig. Ik stuur een privébericht naar de Michael. Ja. En er komt onder te staan: Your message could not be delivered. This is unusual because you don't share a server with this recipient. Dat is weer het ding aan, zeker. Maar nee. Is hij nog online? Zit hij er nog in? De laatste die eruit gewoon is de zeers. Is de lead, dat was die. Die onnozelaar die daar weer nee, van nee, die verdomme post. Ik heb een privébericht te sturen. Ik heb ook een privébericht gestuurd en als het toegekomen bij hem. Kan zijn, ja, dan niet nu. Ja, ik weet het niet. Ja, maar. Wow, zeker. What's going on? De Dylan is back, Atlantica, Andrew. Goedenavond allemaal en de Westmal. Hoi. Ah, de Westmal. Andrew. Niks is zijn werk gedaan, ik kan uit het depressie. Andrew was gaan eten, dacht ik. Ja. Oh, miljarden man. Hoi, ik ben, laat Dylan niet in. My heart is racing now, Atlantica. Racing. Ja, wel, ik vond het geweldig, want het moment dat hij doorkwam, keek hij juist naar beneden. Dus die timing was echt super. Dux! Oh, no.
Ik heb mij even kapot gelachen. De Rucker Dead, merci voor die follow, maat. Rucker Dead? Nee, niet Rucker. Rucker Dead. Ik had de tegenstander, what the fuck? Die was bij mij ook vanmorgen. Ja, die heb ik ook zien passeren, inderdaad. Hallo? Ja, Flipper, die shit. Dylan komt hier binnen bij de boer. Jawel. Malle wil zijn een Ron Weasley horen. Sowieso. Ronald Weasley. Leviosa. Ja, aan de mensen die onze... Aan de mensen die ons juist gejoined hebben, hebben jullie nog een idee voor een onderwerpje voor de talkshow van vandaag? Dicks! Oh, ik heb wel een paar ideeën, maar ik wil het niet allemaal deel mee. Ah ja, oké, ja, wel goed, ja. Dicks. Alles behalve... Ik wou iets zeggen, maar laat maar. Ja, nee, ik ben om te praten, dus ga je gang. Find me a hubby. Ja. Dicks. Ja, ik zou zeggen, ga ik u daarbij helpen, maar ja, madame wil niet delen, is al gezegd, dus. I'm chubby, maar not a hubby. Wow, fuck. Wauw, wat een binnenkopper. Dus, ja, mijn madame ook laten weten ondertussen. Als je mij wil dan, moet je mij pakken met al hetgeen dat ik bij heb. Dus dat is redelijk veel. Ik wou zeggen, dat is dan alleen uw computergrief en die kast met die poppetjes of wat? Was Malle, moet ik er iets weten? Wat is te zien? Wat? Het is nu penalty voor Serain. Dus 3 penalties in 1 helft. En hoeveel is ervan gemaakt? Nee. Zender Union heeft er 2 gemaakt. Ah ja, oké. Okay. Serain had dat niet. Ik zit al een kwartier naar mijn scherm te staren omdat ik iets ging doen. Ik was vergeten wat. Kinder. Met z'n probleem. Wat je ook doet, kwijl niet over mij. Oh nee, op je. Dan moet ik al heel hard kwijlen als ik de paar wil kwijlen dat overkomt. Geen probleem, ik stuur het wel op met de post in een zakje. Weet je wat? We maken een. Ik ga rap in de Discord groep zeggen. We maken een hashtag. Ja? Hashtag. Doe het voor. Bankai. Gunstudent. Ja, voilà. Dank u wel, Westmalle. Doe het voor Gunstudent en voor Bankai. Bankai heeft opzameling kwijl. Ja, is er al die rest volgt nog. Worden afgespeeld, mijn oor. Kan je spieken? De rest volgt nog. Zet ik ga er niet. Ik voor een tik door een grinder constant achter. Wie was dat? Begin al. Moet je dan vrouw? Was het wonder. Dat tweede begrijp ik niet, hoor. Het was de lokroep van een bronstige Atlanticus. Wauw! Oh my wow. God, hij is er niet. En haar lievelingswoordje is dicks! Ja. Dat was echt Lady Tena Super. Was had een man? Naar mij weten, Tena, dat is nog altijd maandverband en die is super, dat staat misschien op het formaat ervan. Maar het was. Fort. Dat is uw coté, hè? Vertaling? Wat heeft een man? Ah, wat heeft een man? Dicks. Ah, heb je er meer dan één, misschien? Oh ja, ik heb er 3. Dat zijn propellers bij mij. Dus van. Waar is helikopter?
Is dat het Dutsen misschien is? Ik weet ik dat niet. Razer krijgt vrij rare mensen in de chat. Blijkbaar. Mamma mia. Er zit daar zo'n zekere Atlantica tussen, die is soms ook heel raar. In de Bankai zijn horen zo een keer van... Bankai, soort op soort. Als je raar zit, trek je rare mensen aan. Dus oh, ja. Atlantica. Grappig. Ik zou hetzelfde zeggen, maar aangezien dat de mijn naam noemde, neem ik maar eens zwegen. Oh, wij hebben nu hier graag hoor, moet niet bang zijn. Ja. Ik was maar een grapje aan het maken, Atlantica. Niet boos zijn om mij. Ik ga ze beet gewoon terug in mijn depressief hoekje. Nee, Atlantica, weet je wat het probleem is bij Razer? 9 maanden baby. Nee, hij grijpt naar de humor boven zijn hoogte. Ja, ik kan er juist niet aan. Dat is van, ik kan er bijna aan, maar net niet. Ik heb zo één lettertje gepakt. Zo'n beetje gelijk deze. Ach nee, was ik maar 2 centimeter groter. Oeps, afslag gemist. Even geachteerd op de autostrade. Oh, niet kunnen. Tuurlijk. Ik heb over het lutst wel gewoon teruggedaan. Ik ben direct terug. De dochter is wakker geworden. Ja, meisje. Ik had zoiets van, oh, ik moet hier tanken. Draai om. Oh my god. Zijn er echt allemaal op de baan? Nee, want als iemand anders dat op de baan doet, in dicht, dan word ik gekijkwaad. Schijt ik iedereen uit de trot van de straat. Ja, maar dat is een valse luxe. Waarom ben jij zo aan het glimlachen, Bankai? Ik was mijn dochter aan het plagen. Dat is niet lief, hè? Goh, ja. Mooi wel. Het komt er tegen. Zorg er hard van. Ja, nee, moest ik zart wel maken, had ik zelfs een paar keer in een modderpoel geduwd. Wauw. Dat is niet waar, hoor. Dat is niet waar. Ik zie mijn dochter heel graag. En wat doen we nu weer? Kettingbotsing. Ja, zoiets. Mossel. Laat het niet in slaan. Ja. Kijk nu. Hij heeft mij nu echt juist een mossel genoemd? Nee, kaalschade betalen. Nee. Nee? Nee, ik zei dat als reactie op de kettingbotsing. Laat het zo zijn, ik heb een slippertje gemaakt op de brug. Ik heb een auto knallen zijn neus mee gehad. Ik heb die eigenlijk net niet van de brug zien vliegen. Oh, there's only one. Wave life. And that's your room. That's your room. That's your room. Ja, mijn cluster is effectief uitgegaan uit server. Oh? Huh? Ik weet niet waarom. Hoi. What the fuck? Ja? Dat meende nu. Ja. Waarom dat? Ja. Curva, hoor. Die heeft zelfs mijn groep voor mijn huisvereniging geliefd. Zou je een slechte dag gehad, hè? Michael, als u bent, vertel mij wat er is. Praat tegen mij. Tell me what it takes, tell me what it takes. Zou je niet weten dat dat komt? Ja, bij min zet hij alle sissen niet meer. Bij min zet hij er alle sissen niet meer in. Wat? Ja, hij is ook uit de groep van een huiswarming, dus ik snap het niet goed. Daar zit ik niet in, denk ik. Nee, want hij zat vol. Nee. Oh, pardon. Ik schiet wel. Er kon niemand niet meer bij. Dat is een goeie dag. Mijn excuses. Wat is er gebeurd? Wow, niets van aantrekken. Je komt wel weer. Moet bij jou. Welkom back, Tancree.
We, inderdaad, we hebben u gemist, Zinne. Ja, Zinne. Is er zo echt niemand geen... Nee. Niemand geen onderwerp meer? Zijn we echt uitgepraat? Mamma Mia's. Mamma Mia's zijn lekker. Echt wel. Ja, ja, Tancré. Ja. Eentje hebben? Nee, dank u. Ik heb momenteel 34% schade aan mijn trekker. Wat gaan we dat kosten? Je gelooft het niet, hè, man. Je gelooft het niet, hè, maar ik heb u echt gemist. Ah? Ah, een thema voor uw dingen, voor uw stream. Vertel. Wie is mega sticky? Het podium is voor u. Wie is mega sticky? De Monkey Crew. Ja. Ja? Ja, eigenlijk. Ah, hey, Banka, ik snap al wat er gebeurt met dat bericht naar de Michael. Hm? Ja, wat gebeurt er als er iemand die geblokt heeft? Ah. Oh, dat komt wel goed. Ja, het Michael had waarschijnlijk gewoon een slechte dag. Ik voel mij gewoon schuldig. Boah, ja. 36% schade. Dat komt goed. Ja, ik heb het na helft gehoord, dus allee, ik kan er niet. Misschien wel luchtig over, maar ik heb het na helft niet gehoord. Dus. Maar ja, hij kwam binnen en ik hoorde hem niet goed. Ik had hem al op 200 staan. Ik weet niet of dat ik iets verkeerd gezegd heb of niet, man. Dat komt allemaal. Nee, er was iets mis met zijn micro. Nee. Ja, dat was. Maar het is niet echt met zijn micro, hè. Het is meer, oftewel zat hij effectief ergens op het toilet, of in zijn bad. En ik weet dat hij dat durft doen, in zijn bad zitten en bij ons joinen, dus daarom dat ik hem eigenlijk de waarschuwing al gegeven had van, kijk Michael, als je dat hebt, van, allee, je bent live te zien op onze streams. En... Ik denk dat hem daarom misschien ook zijn camera niet aangestoken heeft. Mm. Gewoon voor zeker te zijn dat we niet... Ah, ja. Hoe bedoel je het dan, Kree? Waarom volgens u dat te doorzichtig zijn? Hashtag de monkeys. Ja, ik weet niet. Uw profielfoto van Twitch is een aapje met een klok op. Dus ik vind het komisch. Allee, ik moet niet zeggen komisch, ik vind het grappig in een goede manier. Ik kan misschien stond reclame maken voor de Monkeys in Rüsselaar. Had dat nog bestaan? Ik weet het niet. Ja, dat is een café. Een ondergrondse café. Of eigenlijk dingen van die vape liquid geweest van Kanzi, 12 Monkeys. Ja. Die bestaat nog, hè? Ah, nee, dat bestaat niet meer blijkbaar. Zeg, Tancré. Ah, bestaat die café niet meer? Hm. Bah. Gezondheid. Makkelijk. Hola. Gezondheid? What the fuck? Halleluja. Ja. Mamma mia. Wat kan ik erop zeggen? Van foei, Atlantica. Je mag dat niet doen. Allee, ja, je bent vrouw van 32 jaar. Ik moet hier geen wetten beginnen stellen, hè. Weet je? Oei. Die vent zit in een bak voor het balsgevallen van minderjarige meisjes. Als ik hier niet meer mag boeren, denk ik weg, zeg. Oh ja. Minderjarige vent. Huh? Ah, de Shumi weet dat ook blijkbaar. Die zegt er ook in mijn chat dat niet meer bestaat. Pardon. Durf dat erom? Ah ja. Anders ben ik iedereen aan het boeren. Ah ja. Ah, oei. Ja, oké, okay, ja. Sorry, maar ik specialiseer me in iets anders. Schieten. Voor het vaderland. De vlag erover en schieten voor het vaderland. 36% damage, wat gaan we dat kosten? Veel te veel. Veel. Dat is juist ook al eens gezegd. Ja, vraag hoeveel? Wat denkt u? 50.000 euro. 50.000. Wie biedt er meer, wie biedt er minder? 65.
Hoeveel procent? 65? Ja. 36% damage. Ja. 36% damage. Is die volledig getuned en gedaan? Redelijk getuned. Redelijk getuned. Pakt om 55. En Atlantica, hoeveel zeiden hè? 40. 46.569 euro. Ik zat het dichtste erbij. Ja, en wat heb je gewoon? Een voetreizen naar... Naar mijn nieuwe garage in Sevilla. Sevilla, alsjeblieft. Ja. Maakt niet uit. Juist niet zeker? Waarschijnlijk niet, hè. Het is juist al je geld dat je ook aan mij. Slaap wel, Atlantica. Waarom slaap wel? Ja, omdat je er lijkt licht of dat je slaap aan het volgen zit. Nee, ja. Ik ben gewoon naar mijn groot scherm aan het kijken dat daar staat. Ben jij ons aan het bekijken op groot scherm, of wat? Ja. Nee, ik ben Uno aan het installeren op groot scherm. Ik wil op klein scherm. Wauw. Ja, ik denk dat Bonanza... Bonanza is altijd happy, Tancré. Bonanza is altijd happy. Buiten van de morgen een beetje. Ja, aan de ene kant, ja, sorry, maar ik zoek een bericht in van Steven. Ik vind het zelfs. De kleine heeft gisteren geen turnen had, omdat de turnjuffrouw afwezig was. Maar je bent dan niet zeker dat corona is, want we hebben geen brief gehad. Moest ze corona hebben, dan werd ze ook al thuis gezeten. En zo weer een stok in uw neus gehad. En. Gaan we erbij? Een stokje. Sevilla, Jan kan wel. Ten naam aan horen. Goed, neem ik nog een chauffeur zoeken. Oei, ja, ze is echt. Ah, de Shumi is voor ons verloren. Maar hoe ze? Het is een feit dat een ezel. Ja. Hé, hey, dat is chauffeur 11 en met. Officieel. Mij een begrip, dus ik ga al 10 chauffeurs rijden van mij. Poenscheppe! Bravo, flinke jongen. Zo droog. Daar verschiet ik niet van. Het was nog maar gewoon droog, het was toch niet sarcastisch? Hey. Hola. Wil ik wel een sarcastische milisje zien? Of tegenkomen? Ik weet niet. Misschien wel, misschien niet. Dat hangt er vanaf. Wie zal het zeggen? Dat hangt er vanaf over wat ik sarcastisch ben, zeker? Voilà, dat is dat. Perfect antwoord. Zit hun er mij ook niet graag en dat ik sarcastisch ben. Wauw. 10 op 10. Jawauw. Hey, ja, 10 op 10. Woehoe. Woep woep, feestje. Hey, waar is dat feestje? Alles in hier niet. Hier ook niet. Wat? Ik zie er best wel in mijn bureau een beetje aan het opschommel. Nee, mag niet. Waar, mijn bureau opschommel? Ik herhaal, nee, mag niet. Wat mag er niet? Jouw bureau opschonen mag niet. Hier, wat had ik hier nog weer vind? Klopt zo. Ja hoor. Pardon, corona. Ik heb het al zin. En ik ben naar Ikea. Zweeg er mij van, jong. Ja, ho gasten. Hoe schiet dat hier? Hoe schiet het hier? Wat is het? Wie heeft er nog een onderwerp? Ik zie ondertussen dat de Javasaurus Studios ook in mijn actieve moderator zit. Java! Welkom! Wie hebben we hier allemaal zitten? De AC Roses, Atlantica, Ultimate One Eraser, Fort Lover, Javasaurus, Praha Halo, maar die is aan haar eten bezig.
De Hit Me Blazing Blue Fire West Malazot, Vlaamse Friet, Tancree, Miniberke, Amatorki, Blazosaurus, Bonanza, Bounce, Kleine Bebber en Meliske, de Talon XE, de Truckerdijd, de Xenon RR007, Britje en de Skills. Shumim, er is één iets dat je moet weten van mij. Deze oude... deze oude kraker is nogal redelijk vergeetachtig. Mijn excuses. Weet je wat ik daarvan pijs heb, hoor? Emotional damage? Nee. What the fuck is dat hier? DMC, gelijk dat een bonanza zegt. Dement, maar content. Amai, die eten laat. Ik heb nog een kabeltje nodig. Maat, geniet van uw douche en tot morgen. Adema. Manjana. Das bedanja. Dat ook, ja. Nee, ik ben wel van de borne, Janat. Oh shit, ik wel. Wat is de Razer nog aan het doen? De Razer ligt slapen op zijn stream. Serieus? Ja. Je is aan het genieten van onze zalige stem. Hey, Razer! Ja. Vergeet niet, je bent nog live, hè? I know. Voor de komende 5 uur na 49 minuten. Ik was echt gedommeld. Als het goed gaat. Als er geen. Als er geen software binnenkomt. Ja. En nee, je moet niks best regelen. Nou, nog 5. De Brian is al gaan slapen, dus van die is hij al af. 40 minuten. Ja, maar het is dankzij. Het is door de Brian dat ik hier zit. I know. Love you, Brian. Maar wij weten van niks. Helemaal niks. Bankai. Aanwezig. Ik ben aan het wachten tot ik mijn nieuwe headset kan kopen. Oeh, hoezo? Sorry. Vertel, welke nieuwe headset ga je kopen? Oh, dank je. Oh! Hello Kitty! Ja. Ah, is hem deuren gestuurd, ja? Ja. Ja. Hoeveel kost die wel, hè? Hallo, het met. Quant dat kost dat beestje? Ik weet het niet, hij is nog niet te koop. Ah. Ik heb mijn gegevens moeten doorgeven van zodra dat hem beschikbaar werd, word ik op de hoogte gebracht. Ja. Razer regelt dat ik even deur. Niet slapen, hè? Wat? Het staat op je website, razer.com. Ja. De Razer is eigenlijk een vriend, hè? Die wil een talkshow doen, maar die zegt wel niets. Ik weet niet over wat we moeten babbelen. Komt dan mijn onderwerp? Ja, ik zit hier speciaal te lachen en dankzij jongens denk ik eindelijk ik heb begonnen met mijn bureau te messen. Voilà, kijk, dat is wel een goed idee. Voort zijn hun bureau. Nee, ook onderwerp. Maar dat is geen onderwerp. Ik ken de Voort zijn bureau niet. Hola, wat zie ik hier? Wie gaat er een soundje afspelen? Bobby gaat er een soundje afspelen? Ik weet niet, hè. We kunnen dat hier zien op Atlantica's stream. Okay. Godverdomme. Ik zei het nog. Ik zei het gewoon nog. Ik kon gewoon volgen op stream wat dat zat in steen was. Ja, ik kan dat niet zien, hè. Ik heb dat al niet openstaan. Ah, ik wou, hè. Nu niet meer. Woep, dat is dan de police. Woep, woep. Goh, ja, nu moet ik dat er gaan bijzetten, hè. Oh. Oh. Hoeveel bits was dat wel, hè? 50 bits. Wacht, hè. Ja, godverdomme. Payback, bitch. Godverdomme. Maak er dan niet eens zonder bits van, hè? Ja, ik ben er al 10 minuten aan het bijzetten. I feel happy, oh so happy. Voilà, 100 bits erbij, 10 minuten.
Ah. Verdomme. Mijn oren. Nee! Zie je wel, mijn brood doet mij niks en niks verkeerd aan het doen. Haast! Doe ik het drinkbaar normaal. Fuck ja, man. Ik zet hier waar deur mijn plafond. Het plafond is al zo. Jesus Christ, man. Oh, mijn oren. Wat doet men als we samen in een talkshow zitten? Met elkaar met geluidjes. Het zal wel zijn. Au, 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 au. Oh, mijn oren. Jezus, man. Zoals dat je dan voor een andere viewer sneller gezet hebt, maar... Dex! Nee. Nee, het was eerder van... Op vertozen. Oh, maar zo. Batsloef. Hey! Ah, mijn oren. Malle met de fart. Merci, ja, ja. Shunem, voor die... Ik ben er van te maken, Fort. Voor ik, die follow-up. Ik moet wel toegeven, ik ben content dat ik de kickfase leven die een airhorn uitgehaald heb. Oh, ik ken er geen... Nee, van... It was at this moment that he knew. He fucked up. Yes, indeed, Westmalle. I fucked up big time. Die airhorn, dat valt nog mee, maar die knal, dat is zo ineens, iemand, dat is... Wat heb je nog? Meeval? Ja, dat is wel luid. Maar dat is niet als zo'n korte, heel luid baam. Van die neerhoorn, ik hoor hem afkom en toen kijk ik me zo van... Maar die bank, boef, hij is al passeerd, hé. That's the fucking spirit, eh? Indeed, that's the fucking spirit, mate. Oh, jongens. Oh, wat ga ik hier nog weer vinden, ze? To catch them is my real test. To train them is my car. Een ID-kaartlezer. Ah. Dan nog kunnen gebruiken. Voor die, als je dat niet kunt inloggen, heb je weet wel welke site. We gingen niet over politiek beginnen, dus... Ja, ja. En hoe is jouw dag? De kaartlezer werkt niet op Pornhub. Kijk jij maar naar waar je ook aan moet zetten, als ze niet zetten. Voor op e-hub heb je USB-sticks nodig en USB-poort. Bankai. Heel papieren zakdoekjes zijn. Hey, Bankai. Ja? Weet wat dat leuk is op een telefoon bij Ford? Wat? Dat is smerlap. Het is allemaal op 10 bits gezet, de kloter. Die dingen, die stickers. Dat zijn wel 5 bits. Nee, ze staan allemaal op 10 bits. Ah, ik dacht dat ik zou 5 bits. Bankai, trouwens, ik heb een prangend vraagje voor jou. Ja. Wil ik open? 10 euro! Mogen ze? Nee, ik gewoon ze in de vuilbox, maar ik weet niet vooral dat er niet meer van. Wow, dat kan altijd een keer interessant zijn, of het effect daarvan te weten. Van Rosu van Statine? Dat is het niet. Iets, hè, Fort, ga maar een beetje zitten. Zit al. Ik zei dat is een tijdbom. Nu die pakt drugs. Terugtikkende tijdbom. Fortje zit daar nu al zo even zo van... Ik kan horen, ik gloeit van wat je er zei. Dat is een schande dat die mensen neerkijken op ons, daarom als psychiater worden zijn. Tot de loren, tot de loren. Rich bitch. Oh my god! Al mijn gelun aan het aflopen? Het zal wel zijn. Hier, Fort, je ziet er een beetje droog uit. Ja, ja. Ik ga... Ik dat mijn loodje in dat prutte dag. Ze kijkt dan ook droog. Klooi, weet je wel. Eigenlijk zou hij moeten beslissen wat hij moet drinken, hè? Nee. Dat wordt niet gedaan. Oh, pussy.
Dat is niet van pussy, dat is gezondheid. Dat weet ik ook wel, dat was een grapje, hè. Ah ja. Ja, weet jij dat ik bij is, hè? Dat ik nog een beetje mijn ding ga opstarten. Hij is dat ik ook al, ik heb die nieuwe game een keer gaan opstarten. Had er geen nieuwe onderwerp, maar kom voor over te lullen. Mijn Uno? Of Uno? Uno, nee. Ja, Uno. Ik ga geen Uno. Als je zegt ja, dan stop ik niet meer euro trekken, dan start ik mijn Uno. Ja, ik start op, hè. Ja, ja dat is weer allemaal iets. We gaan wel in twee groepen moeten gedeeld worden dan, hè. Want we gaan niet allemaal samen Uno kunnen spelen. Hey Java, goedenavond. Daar is hem, daar is hem. Onze Java. Inderdaad. Je ziet meer... Wacht, kijk, Java. Ik ga dat oplossen. Nu ziet je nog meer van Atlantica. Oeh. Op scherm. Wat? Wat zijn wij aan het doen? Niks. U aan het koppelen naar Java. De Java komt binnen en die zegt van... Elaba. Wow. Ik zie meer van Atlantica dan anders. Ja, en wacht, hè. Dan, ja, dat is maar goed, ja. Dylan... Ik ben als een ingedoken papzak. Hallo. De Dylan is ook op groot scherm. Hup. Wel, als ik ziet een keer zwaaien. Ik weet waarom dat met de camera uitstaat. Hoe kun je Fortlover zijn bureau? Bankai. Wat, hè? Hoe kuist Fortlover zijn bureau? Met een... Ik weet niet. Met antidustspray. Je blast gewoon alles af. En 5 minuten later lig je er terug. Nee, want dan morgenochtend vraag ik dat gewoon op van de grond aan. Poezen en poezinnen, de Steamy is binnen. Het zal wel zijn. Goedenavond, Steamy. Wist je mee, maat? Yo, Steamy. Wat zit dat hier? Oh. Wat was die? Mijn Uno is opgestart en ik ben... Op zijn dinsdag. De baan is ook aan het opstarten. Die van mij is opgestart in Uno. Oh ja, ik ben aan het wachten tot hij geladen is. Ik kan dan wel rap iets anders moeten doen. Rap nog eens kijken, als hij dat kan capturen. Oh, ja. Voilà. Oké, ik ga wel weer mijn camera aanzetten. Ik heb al heel lang niet deze gedaan, Bankai. Goh, ja, jongen. Wacht, hè. Ja, wie wil er allemaal meespelen met mij? Want dat klopt niet. We gaan nu Uno spelen, of wat ga je doen? Ja. Ja. Wacht, ik ga... Ik ga mee op de pechstrook zetten en mijn boelie toe kloppen. Ja, die twee zijn al online. Atlantica. Ja. Ga jij samen spelen met ons? Nog 5 minuten. Controller afgekoppeld. Want ik ben hier aan het kijken. Ik heb hier 3 mensen online staan, maar u heb ik er nog niet tussen staan. U moet er nog tussen staan. Nog 5 minuten download. Ja, ja, ja. Dan kan ik niet online zijn. Ik ja, niet. Ja. Ding dong. Ding dong. Nee, maar ik moet... Wat, Java? Ding dong? Razer, wacht er even, hè, ja. Kijk, ik ben aan het helpen. Ja, ik ook. Ik heb ook nog niet meegespeeld met die man. Dat was Atlantica, Java. En Razer, is dit voor je bedoeling? Uw complimentje. Ik heb bewondering voor uw doorzettingsvermogen. Hoezo? Ja, u stom. Ah, wow. Ik ga ook gewoon slapen en ik zet mijn stem gewoon op pauze. Dus. Voilà. We zijn terug hier op scherm ook. Het zal wel zijn. Dus ja, ik zet mij gewoon op pauze als ik ga slapen en ik kom gewoon terug. Dus. Hmm. Speel maar, ik zal wel iets anders zoeken voor te doen.
Nee, we zullen wel wachten. Ja, nee, want een banaan.